Als ik buiten loop, valt me op dat veel mensen op eenzelfde manier uit hun ogen kijken. Een beetje afgesloten. Dan denk ik bij mezelf, wat als het innerlijk van iedereen zichtbaar was? Ieders gevoelswereld en ervaringen en historie. En vanuit die fascinatie wil ik graag sculpturen, figuratieve beelden maken van mensen, wezens waar het innerlijk zichtbaar is. Een voorbeeld. Ik ben de laatste jaren in de ban van mijn bekken. Mijn bekken is een plek voor mij waar ik veel spanning opsla, maar ook geweldige ontspanning kan ervaren juist. De afgelopen 3 jaar ben ik 4 keer zwanger geweest. Mijn dochtertje is nu 1 jaar oud. En ik voelde vanuit die ervaring dat ik graag een beeld, een sculptuur wilde maken van mijn bekken, van beton. Aan de linkerkant is mijn bekken daar misvormd, rauw, maar toch krachtig. En de rechterkant is meer intact. Op zo'n manier probeer ik het onzichtbare zichtbaar te maken. Zo ontwerp ik ook wezens als beeldhouwer. En die lijken op mensfiguren, maar ik speel altijd met de realiteit. Ik heb veel klassieke anatomie gestudeerd. En vanuit die stevige basis kan en wil ik daar nu mee gaan spelen. Sinds 2011 werk ik fulltime als beeldhouwer. Heb ik sculpturen gemaakt over de hele wereld, van Amerika tot Australië, Qatar, Rusland, China. Maar de laatste jaren vind ik mijn eigen pad, mijn eigen stijl, waar ik steeds minder concessies wil doen en minder in opdrachten wil gaan werken. Ik wil mijn beelden laten zien, mensen nieuwsgierig en verwonderd laten raken door mijn wezens, waar ik het innerlijk laat zien van mensen. Mijn ambitie nu is om 4 van mijn sculpturen, een serie van mijn innerlijke creatures, tentoon te stellen. Het liefst in Rotterdam. Ze zijn ongeveer 3 meter hoog per beeld en van beton. Ik zoek een plek en als iemand een gevoel of kennis heeft waar mijn beelden een mooie plek zouden kunnen vinden, dan hoor ik dat graag van jullie. Dankjewel. Je had zelfs nog tijd over. Aan jullie, kort maar krachtig, graag jullie reactie. Ik zie Els. Ja, je hebt me helemaal van het begin tot het einde meegenomen. Ik zag zie de beelden voor me, gigantisch. Wat ik toch een paar dingen die ik heel goed vond te benoemen, die ik ook niet zoveel eerder heb gehoord in de verhalen, was dat je iets heel persoonlijks deelt, eigenlijk in jouw verhaal. Zonder dat je het zwaar maakt of zo, maar er komt wel eens langs waarvan iedereen weet van oké, wat hier is wel het een en ander gebeurd. En dat heeft jou geïnspireerd tot jouw kunst, zonder dat je daar heel veel gewicht of emotie in legde bij het vertellen. Maar het was heel helder en het kwam over en het raakte. Dus ik ging helemaal mee. Ik vond het erg goed. Dankjewel, Els. Nog meer reactie naar aanleiding van het verhaal van Marieke. Ik zie, Evelien. Ja, ook ik was geraakt door de kwetsbaarheid van Marieke. En ook herkende ik dat daar. En dat vind ik mooi dat dat dan ja, zo persoonlijk is. En ik vond het verhaal precies de goede lengte en heel duidelijk. Verder zou ik willen dat ik een plek voor haar wist in Rotterdam. Ik zit ook in Rotterdam. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval succes daarmee. Ik kijk nog even verder rond, of er nog op dit moment. Ja, en ik ga naar Loek. Hi. Ik vond het een heel goed verhaal, erg duidelijk. En ik voelde mezelf ontzettend nieuwsgierig naar die wezens van Jeroen die aan het creëren was. Ik wilde eigenlijk meteen weten wat het was. Dat is wat ik wilde weten. En wat het was, bedoelde je dan van hoe het eruit ziet? Ja, hoe het eruit ziet. Ik wilde ze zien eigenlijk. Dus dat vond ik heel goed. Ja, mijn nieuwsgierigheid was er helemaal. Marieke heeft ons wel al clue gegeven, hè, want het is groot, 3 meter. We weten dat het van beton is. Maar ik ga niet pra verder praten, want Milou ga ik nu even het woord geven. En daarna ga ik naar Sevilay. Nou, eigenlijk ga ik niet in op de inhoud, maar ik vond je stem fantastisch, Marieke. Dat was het. Heel fijn om naar te luisteren. Dankjewel. Ga ik naar Sevilay.
Hey Marieke, ik maak zelf ook hele grote installaties. Ik heb even jouw beelden opgezocht. En waar je, ik wil antwoord geven op je vraag. Ik zal bij Big Art eens kijken. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een fotofestival voor alleen maar grote kunstwerken. En bij de OBA in Amsterdam doen ze dit ook heel vaak. En je hebt, de OBA zit in meerdere vestigingen door heel Nederland. Waardoor dus eigenlijk je werk zichtbaar wordt voor het grote publiek. En ik heb daar zelf ook geëxposeerd. En via die weg kwam ik museaal terecht. Dus dat is een hele fijne ingang. Super, dankjewel. Precies, dank. Ik wil ook, Evelien, jouw hand staat toch omhoog. Maar dat was van wat je net zei. Ja, oké. Maar ik wil tot slot ook graag nog reageren. Grote complimenten voor je verhaal. Werkelijk waar fantastisch. En wat er fantastisch aan is, is net ook al benoemd, dat je heel persoonlijk bent. Jullie hebben allemaal gehoord van TED Talks. Daar zijn boeken over volgeschreven wat een TED Talk tot een goede TED Talk maakt. Daar wordt altijd het advies gegeven, wees persoonlijk. Al die mensen die zo'n TED Talk geven, worden getraind. En die zeggen allemaal, nee, maar ik wil niet zo persoonlijk zijn. Uiteindelijk gaan ze het wel doen. En de mensen die dat ook echt persoonlijk doen, die TED Talks worden het best ontvangen. Dus je was heel persoonlijk, maar je had een heel goede regie. Dus we voelen allemaal, ik weet zeker dat meer mensen echt ook kippenvel van je verhaal hebben gekregen. Maar het wordt niet, wij blijven naar je luisteren. Soms zijn verhalen zo indrukwekkend erg, dat mensen die zijstraat inslaan. Wat is er nu precies gebeurd? Maar wij bleven toch bij het verhaal. En dat kwam door jouw regie over het geheel. Dus dat heb je ontzettend goed gedaan. En in stap 4, we hadden straks bij Isolde over van wat moet je wel of niet noemen. Jij koos ervoor om alleen maar werelddelen te noemen. Daardoor was het meteen heel duidelijk, all over the world ben je aan het werk. Ik had nog een klein stemmetje, ja, was je dan toevallig daar omdat je met iemand meereist en heb je daar gewoon op een achterkamertje iets zitten doen? Toen ik na de hand hoorde werken van 3 meter, dan zal het wel niet. Dus ik heb nog een piepklein aarzelingetje of ik nog even moet weten. Je zei weer daarna, ik wil niet meer in opdracht werken of althans kritischer zijn op opdracht. Dus toen dacht ik, ach nee, ze is gewoon echt op opdracht, heeft ze daar gewoon dingen gedaan. Dat is het enige wat ik nog kan verzinnen. En over jouw eindvraag, ja, daar zouden we nog heel veel langer over kunnen doen. Mijn eerste associatie popt meteen op. Of je daar in het ziekenhuis, Daniel de Hoed heet het volgens mij, ik weet niet eens zeker. Maar je hebt in elk groot ziekenhuis heb je een kunstafdeling. Dus ik zou zeker ook nog contact opnemen met de curator van het ziekenhuis. Zij hebben altijd grote tentoonstellingen, ook expositiemogelijkheden. Ik ken hem daar niet persoonlijk, maar daar moest ik nog even aan denken. Dankjewel. Super bedankt.